Voor ons was het zo dat we in een oude situatie op dedicated computers moesten superviseren. Dat betekent dat we fysiek naar een bepaalde computer toe moesten. Daarnaast is het zo dat we een fusieziekenhuis zijn en in beide ziekenhuizen werd gebruik gemaakt van twee verschillende soorten echo-apparatuur van verschillende vendors. Dus we zochten een systeem waarbij dat allemaal bij elkaar gebracht kan worden en waarbij we onafhankelijk van de plaats waar we zaten goed konden superviseren en ook konden accorderen. Ik denk dat het voordeel vooral ook zit in tijdswinst. En vooral in een ziekenhuis als deze, een groot ziekenhuis met meerdere locaties. Dat is belangrijk om informatie snel te kunnen vergaren. Met dit systeem kan ik heel makkelijk in de tijdlijn zien wat de voorgaande echo's zijn. En ik kan studies naast elkaar zetten en onderzoeken vergelijken. Dat is het grootste voordeel. En daarnaast kan ik ook de MRI's inzien en de CT's inzien. En dat vind ik soms ook handig om mee te nemen in de beoordeling van mijn echo's. Nou, wat ik zelf ook heel belangrijk vind is dat het niet alleen een product op zich is, maar dat het ook een samenwerking is met een elektronisch patiëntendossier en de integratie daarvan binnen in het ziekenhuis, zodat dat snel en goed loopt. De installatie van het Telespace cardiovasculair ging voorspoedig. Daarbij zijn we van een handmatige uitrol die ongeveer een half uur duurde en dus patiënten downtime veroorzaakte, zijn we toch teruggegaan naar nu een automatische uitrol. Teruggebracht tot 5 minuten, waarmee we dus sneller de patiëntenzorg ook weer draaiend kunnen hebben. In het VSTede ziekenhuis zijn we met 3 vestigingen tegelijk over. Daar hebben we wel wat hobbels gehad, maar de ondersteuning van Philips op de dagen erna was echt heel erg goed, waardoor dat we het uiteindelijk binnen een week allemaal goed hadden draaien. Dat wij altijd nieuwe wensen hebben, dat communiceren we graag met Philips en met ons eigen IT. Philips pakt dat heel snel op, moet ik eerlijk zeggen. Komt niet alleen maar met ideeën om onze problemen op te lossen of onze wensen in te willigen, maar komt daarnaast nog met extra dingen. Dat stimuleert enorm, ja. Diagnostic Guidance is voor ons een heel fijne nieuwe tool om ervoor te zorgen dat de verslagen nog beter worden van de echolaboranten. Je kan regels opstellen, kan je zelf bepalen welke regels je wilt hebben, om te zorgen dat er geen discrepanties in een verslag staan. Doordat we in Telespace cardiovascular gebruiken en gebruik maken van de standaardzinnen, merk je wel dat we wat nader naar elkaar komen. Dus je ziet dat de verslaglegging eenduidiger wordt en ook dat het interpreteren van de beelden, zodat je ook makkelijk met elkaar mee kan kijken, veel eenvoudiger is. Voor mij is een topdag als ik aan het einde van de dag in Telespace cardiovascular kan afsluiten met de wetenschap dat ik alles gesuperviseerd heb, dat we topkwaliteit geleverd hebben, niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de patiënten.